Goedemorgen. Check dit, onmenselijke tijdstip. Hier, 4 uur 35 en ik ben er al sinds 4 uur uit. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Vandaag gaan we Nederland doorrijden. Oh my god, ik heb er zoveel zin in. Oké, preview van de car. Oh my god, oh my god, oh my god. Kijk dit. Dit wordt zo vet. Ik heb er zoveel zin in. Yay! Nadine is er ook bij. En ze heeft anderhalf uur geslapen. Maar kijk wat een fris koppie. Woehoe. Oh my god, deze lucht is echt te mooi. Ontbijten met een chocolademuffin. Wat? We rijden de zon tegemoet. Het lijkt wel net. Het is echt wel. Dit is amazeballs. Een rode bol. Wauw. Ja, echt hè? Gewoon een luchtballon of zo. En dat we dan, oh my god, dat we dan ook gewoon precies hier rijden. Hoe mooi. Wauw. Super vet. We zijn in Hoorn. Onze eerste stop van vandaag. Ah. I'm so excited. Sorry hoor. Nadine deed ook zo de deur open. En ze zei, ik ga eerst slapen. Ik heb anderhalf uur geslapen. Het is zondag. Maar je moet die auto zien. Die auto is zo vet. En ze zei echt, oh, ik ben blij dat je zo vrolijk bent. Want, I'm so excited. Oké, we zijn onderweg naar de haven om Abby te ontmoeten. Abby, sorry. We zijn te laat. Ik geef het eerlijk toe. We zijn te laat. Waar is Abby? Ja, hoeveel minuten zijn we te laat? Ik weet niet. Hoeveel zijn we te laat? 5 minuten nu. Oké. Moeten we Abby bellen? Ja, even kijken hoor. Volgens mij moet het hier Abby wel zijn. Straks nog. Oh, dat zou... Oh. Dat zou... Ja, ik bedoel, I can't blame her. Het is 7 uur in de ochtend op een zondag. Ik vond het sowieso wonderbaarlijk dat ze de bed uit wilde komen. Waar? Die zo rechts. Oh, is het misschien maar of zo? Oh, oh ja. Ja, als het een botenbeurs is of zo. Super vet. Oké, we gaan Abby zoeken. Ik had niet gedacht dat de haven zo groot was. Kijk dan. Ja, ze kan echt overal staan, verdorie. Goedemorgen. Wat is een beetje het centrale punt in de haven? Ja, is er een centraal punt waar iedereen altijd naartoe komt of zo? Ja, dat niet echt. Ja, de kop van Hoorn, dus dat stenen gebouw. De kop van Hoorn. Oké, ja. Nou dan loop ik even die kant op. Dank u wel. Yo, kijk hoe vet al die boten. Sarah, dat meisje gisteren van Nautique, die hoofdredactrice. Zou je het weten? Hoofdredactrice van de Nautique. Het zeilland van Nederland. Die zei al van, je hebt mazzel, want de haven van Hoorn ligt nu vol met boten. En ik dacht, yes, winning in life. Oh my god, deze haven is vet groot. En ik heb letterlijk tegen haar gezegd, in de haven van Hoorn. Maar wist ik veel dat dit zo groot is. Holy schmeckers. Abby, waar ben je nou? Oké, dit is de kop van Hoorn. Ik hoop maar dat ze hier staat. Ik zie geen Abby. Ja, misschien is ze in de bed blijven liggen, dat kan ook. Maar dit is zo vet, kijk dan. Kijk die schepen, kijk die zon. Amazing. Nadine en Mandy zijn heel even de auto. Het is een Tesla, dus elektrische auto. Zijn ze even aan een oplaadpunt aan het leggen. Ik ga nog even verder rondlopen. Ik hoop dat ik Abby nog zie. De kop van Hoorn. Hier zo. De scheepsjongens van Bontekoe. Verlaat je schip niet voordat het onder je bezwijkt. Als je die boeken nog nooit hebt gelezen, you have to. Zij zijn zo leuk. Love it. Ik was echt fan daarvan. Zo cool. Kijk nou. Het is gewoon zondagochtend 7 uur. Ik vind het zo leuk om je te zien. Mag ik gewoon... Gewoon zo. Yay. Abby heeft iets meegenomen. Nou, deze. Oké, wacht. Mag ik hem meteen openmaken? Ja, zou ik hem eens vasthouden? Ja. Zoete... Oh, wat lief. Super lief. Dankjewel. Dat is speciaal hond. Nog meer. Dus ik dacht, die moet ik wel even halen. Wauw. Oh, super, super lief. Met een ja? Suiker met kaneel erin. Oh my god. Oké, kom hier. Dankjewel. Ja. Dat was Hoorn. We zijn nu onderweg naar Leeuwarden. Abby, je was echt een schat.
dankjewel voor het komen. En we gaan nu naar Elise. Wacht even, Nadine was net heel spontaan bezig. Doe maar nog een keer. Yeah, we gaan naar Elise. Woehoe, dat zo Elise. Ja. Deze auto, hè. De volgende keer dat ik zeg maar een nieuw huis zoek, dan ga ik gewoon in deze auto wonen. Want je kan dus op internet en je kan allemaal podcasts luisteren. Wat is dit? Oké, wat gaan we luisteren? Freakonomics. Freakonomics? Ja. Maar je zei net Mystery Radio. Ja, Mystery Show is ook heel grappig. Ja? Ja, laten we die gewoon doen. Oké, doe maar. Aflevering 1. Nee. Oké, dit is de afsluitdijk. Yeah. Wauw, kijk hoe cool. Okay, je ziet niet echt heel veel aan deze kant. Aan deze kant wel. Kijk eens. Dit is toch het IJsselmeer? Ja. Rough. Ja. Yay! Yeah. Yeah, we hebben het goed. Ja, ja. Voor de extra moeilijkheidsgraad, hoe heette het water toen er nog IJsselmeer nog niet was? Nee, nee, nee. Het heette geen IJsselmeer. Wat dan? Het was iets... wat erg. Ik zal een hint geven. Hoe heet de zee aan die kant? Noordzee is noorder nog wat? Ja, dus Noordermeer. Nee, wat heb je verschatten? Wat? Noordzee gewoon? Nee! Wat is er dan? Zuiderzee. De Zuiderzee. Oh, nee! Ja. Mag. Ja. Wauw. Oké. Okay. Now you know. Ja. Oké. Okay. En het is nu al feest, want we zijn een half uur uitgelopen. Yay! Woehoe! Leeuwarden! Elise! Meegenomen. Hey. We moeten het beste ijs van Leeuwarden. Is het echt van La Venetia? Het is echt van La Venetia. Serieus? Ja. Wow. Te lief. Ik denk dat het beste ijs van Leeuwarden is. Ik had net tegen Nadine, wat ik al van tevoren gezegd. Want Nadine, ik ben echt zo'n emo die gewoon echt bij de minste dingen gaat huilen. Toen zei ik Nadine, ik ga echt huilen. Je moet me echt smekken als ik ga huilen. Dus daarom smekt ze me. Oh, zo lief. Mogen wij het ook horen met Elisa? Sure. Nee, dat ga ik. Nee. Oh, dan gaat ze huilen. No. Lieve Ivana, ontzettend leuk om je vandaag te ontmoeten. I brought you a little something. Hopelijk heb je een YOLO dag, because dit ain't clean. Het is pistache en tartufo bianco. Oh, wat? Witte chocolade hazelnoot ijs. Ik kom eruit. Kijk hoe mooi. Getekend ook. Heel veel plezier vandaag nog met je reis. Zo mooi. Je hebt het echt mooi geschreven. Ja. Kijk dan. Wow. Vet lief. Wauw, zo schattig. Echt vet lief. Wauw, oké. De ice cream. Thank you. Echt zo lief. Tartufo Bianco. 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 Ja. Of toch pistache. Dat is wel echt heel lekker. Ik wil die lepel in je mond zien gaan. Oeh. En nu jij? Even een hapje. Yeah. Ja, precies. Oh yeah, go Elise. Naar rechts. Ja, ik denk dat we daar heel erg moeten. Geef niet. Ja, ga maar. Ja, gewoon gaan? Ja. Oké dan. Yo, deze auto is zo vet. Het is gewoon een slee. Maar dan echt een slee. Hij glijdt gewoon over de weg. Wauw. Dit wordt gewoon... Oh, ik heb weer een afslag gemist. Weet je. Mocht er iemand zich afvragen waarom we te laat zijn? Oh, dit is echt erg. Oké, naar rechts. Ja, ik heb een afslag gehaald. Woehoe! Nou, volgens mij komen we niet aan. Ja. We blijven gewoon in deel waar de rondjes zijn. Oh, oeps, weer een afslag gemist. Oh, nee. Ik ben zo gefascineerd door deze auto. Mandy die legde net uit. Kijk, je moet hem opladen. Het is een elektrische auto. Sowieso glijdt hij over de weg. Het is gewoon een slee. Hij rijdt zo lekker. Maar je kan dus op je kaart zien, met deze hele grote boordcomputer, kan je dus ook zien hoe ver je kan rijden op de accu die je nu hebt. Op de accu die je nu hebt. Wauw. Op de energie die je nu hebt. Wacht even, hoe moet ik dat uitleggen? Zeg maar, de accu is nu tot een bepaald punt opgeladen. En met de energie die je hebt, laat hij zien hoe ver je kan rijden. Dus welk punt in Nederland je kan halen. Totdat je weer op moet opladen. Ja, gewoon super vet. Hier zie je dus het navigatiesysteem. Maar het navigatiesysteem is dus hier bij het stuur ook ingebouwd. Wat veel, veel, veel relaxter is. Want je hoeft dus letterlijk gewoon eventjes je ogen hier van de weg af te halen. En niet zo. Dit is veel verder. Dus deze auto is wel echt amazing. En we zijn in Groningen! Wow. Yay! Adassa,
Melanie. Ja. Hey girls, super leuk dat jullie er zijn. Heel vroeg in de ochtend ook. Ja, nou, ja. Trouwens. Nou, het is oké-ish, toch? Ja, ja, het is nu 10:30 volgens mij. Zoiets, ja. Ja, yeah, super cool. Ja, ze zijn er niet echt leuk. Nee, ik denk ze zijn naar een laadpunt. Dus ze komen zo denk ik wel terug. En dan, we zitten hier bij het oude rechtsgebouw in Groningen. Wat heel, heel mooi is. Oprecht, ik vind Groningen ook heel mooi. Ja. Academiegebouw. Maar wat wordt hier gedaan? Waarvoor is dit? Ja, wordt colleges gegeven. En heel veel bullen worden hier ook uitgereikt. Oh, oké. Okay. Oh, dat snap ik wel. Het is echt super mooi. Kijk dan. Echt heel vet. Sorry, maar dit is echt te grappig. Hadassa die zei net, ja, het is gewoon grappig wat je in een stad kan meemaken als je hier op zondagochtend loopt. En deze jongen die is een beetje de weg kwijt. Het is nu 11:00 ochtends. Ja, dit is eigenlijk echt niet grappig. We hebben nu 3 steden gehad en we lopen nu al 1 uur uit. Dat komt omdat het heel gezellig is. Zo gezellig. En natuurlijk wist ik wel dat jullie hartstikke leuk zijn en alles, maar dat jullie zo leuk zijn had ik ook weer, zeg maar, ja, had ik gewoon niet ingecalculeerd. En ik heb hier nog geen ervaring mee. Dus ja, sorry meiden in Zwolle, die hebben moeten wachten. Ik hoop dat ze het een beetje goed hebben gemaakt op deze dag. En ja, ik heb de andere meiden ook gemaild op de rest van de route. Dus ja, we gaan gewoon zien wat het gaat worden. Maar ja, zo zie je maar. Je komt gewoon onverwachte dingen tegen als je nieuwe dingen doet. En daar leer je weer van. En misschien komt er nog zo'n tour. En dan weten we dat we niet 7 of 8 steden in één dag moeten proberen te proppen. Oh, er staan nu allemaal politiewagens. Dus ik ga even stoppen met praten voordat ze denken dat we gingen doen. Het is echt een super, uber gezellige roadtrip. Met deze chica's. Yeah, baby. Het is echt zo gezellig. Maar ja, we hebben net wel een hele moeilijke beslissing moeten maken om... Heet hij ook alweer, ja. Jongens, we hebben een Nederlandse filmster gespot. Ja, ik weet wel zijn naam, maar...